NPS-parlementariër Patricia Etnel is er niet over te spreken dat vooral jonge leiders van de coalitie zich negatief uitlaten over de recent gehouden massameeting op het Onafhankelijkheidsplein. Etnel vindt het ook, neemt het deze jonge leiders ook kwalijk dat zij het nu als een krachtmeting zien, 17 februari en 24 februari, wanneer de NDP 40 jaar revolutie zal vieren en tevens ook haar eerste massameeting zal houden in de binnenstad. U hoort Patricia Etnel, NPS-parlementariër. Wat vond u zelf van de protestmanifestatie? Laat me alvast zeggen dat de opkomst heel erg goed was, buiten verwachting. In de zin van, als het gaat om Paramaribo, want we hebben niet alle districten gehad. Ik denk dat misschien wat mensen van Wanica zijn gekomen. Misschien een paar van Parama uit de verre districten hebben we toch geen mensen gehad. Hadden we dat, dan zou het echt een bom hier zijn. Maar laat me zeggen, de mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep. Ze hebben gehoor gegeven aan het feit dat, als we kijken naar waarom een protest, dan was het meer, of tenminste de kern was dat de mensen zeer ontevreden zijn. Of niet meer zeggen, maar de samenleving. Want als je zegt, mensen lijkt het zo ver. Maar de samenleving is zeer ontevreden. De mensen kunnen het niet meer aan. De koers is verschrikkelijk. De prijzen in de winkels. Het wordt steeds erger. Dus er is een signaal gegeven naar de regering van dit kan niet verder. Natuurlijk waren er een aantal schoonheidsfoutjes die gemaakt zijn, maar dat kan gebeuren. Al met al was het een dag waarop we toch wel als samenleving kunnen zeggen, wij hebben meneer Boutersen en zijn team laten zien van dit gaat niet verder. Er moet een verandering komen, er moet verbetering komen, want Suriname is ons land. Toch? Het is net als, weet je, wanneer ik kijk naar die film One People en meneer Borger is daar en hij zei, kijk, ik hou van mijn land, kijk, ik vreet het op, ik eet het op. Zo is die liefde die we moeten hebben voor dit land. Toch? En dat is wat we moeten gaan koesteren, meer en meer, om te laten zien van geen enkele leider moet komen om er een grap van te maken, om er een joke van te maken. Zoals meneer Bouters het zelf zei, om er een tralala van te maken. Toch? Dus ik ben blij dat de mensen zijn gekomen, maar nu gaan we richting de verkiezingen, want dat is voor mij het belangrijkste moment om te laten zien dat wij deze regering niet meer willen. Maar daar verschilt de heer Bova van mening van jullie. Hij geeft aan dat er helemaal geen boodschap was op het plein. Het was meer een scheldkanonade richting de Nationale Democratische Partij, de NDP. Weet je, kijk, Bova is een jonge politici. Hè? En je verwacht eigenlijk van een jonge politici dat ze niet meegaan met het oud denken in de politiek. En het oud denken is marcheren achter wat leiders zeggen. Ook al zijn ze nog zo krom in hun systemen, gewoon achter hun marcheren. En je denkt dat die jonge politici, sommige van ze, dat ze eruit leren en zeggen nee, ik heb mijn eigen mening. Meneer Bova heeft 10 jaren. Heeft hij staan kijken wat er met het land is gebeurd. Dit mooie land. Het land waar hij ook zelfs in woont. Hij heeft er staan kijken wat er is gebeurd. Hij heeft nooit en te nimmer. Nergens heeft hij ooit eens gezegd van meneer Boutersen, dit kan niet verder. Toch? Wij moeten een ander systeem, een ander Suriname. Wij moeten een beter beleid. Dit kan niet, dit accepteer ik niet. Nergens nooit heeft hij protest aangetekend. Hij heeft nergens nooit gekozen voor het volk. Dus wanneer je komt zeggen dat je geen boodschap eraan hebt, wel, wie moet nou een boodschap hebben aan hetgeen meneer Bova uitkraait? Niemand heeft daar een boodschap aan. Geen enkele rechtgeaarde Surinamer zou daar een boodschap aan hebben. Dus ik vind, dat is mijn mening, als het gaat om meneer Bova, dan zou hij als jonge politici niet moeten marcheren achter het oud denken. En zeggen van, ik praat na. Je weet wat er gebeurt met de prijzen. Alles wordt duurder. Heeft meneer Bova gezien wat babymelk kost? Heeft meneer Bova gezien wat een pak aardappel kost, een kilo aardappel? Heeft meneer Bova gezien wat uien, pindakaas, chocopasta, melk, brood? Heeft meneer Bova gezien wat de eerste levensbehoeften kosten van de Surinaamse burger? Heeft hij het gezien?
Heeft hij zich afgevraagd hoe die vrouw toch een gezin met 1000 SRD per maand uitkomt? Heeft hij dat zich afgevraagd om te zeggen dat er geen boodschap is aan het protest? Heeft hij zich afgevraagd hoe een gezin nu moet bouwen met de prijzen van de bouwmaterialen? Heeft hij dat afgevraagd? En wanneer je dat soort zaken begint uit te kraaien als jonge politici, dan vind ik het verschrikkelijk. Want ik zou dat nooit doen. Ik zou zwijgen en mijn mond dicht houden. Want ik ben ook debet aan dit probleem. Ik zou ver uit het vizier blijven van de media. Want misabi dat me not een tjachentje kon in een situatie. Juist probeer ik de regering te pamperen dat ze door moeten gaan. Dat is wat ik juist doe. Dus liever hou ik mijn mond. Toch, we moeten leren als jonge politici dat we een verandering moeten brengen. En die verandering is wanneer het niet goed gaat. Kies voor het volk. Kies niet voor geen enkele leider. Want die is tijdelijk. Het volk blijft. Die samenleving blijft. Suriname blijft. Maar zie je die leiders. Die gaan en die komen. Ja toch. Kijk hoe oud meneer Bouterse nu is. Die man is al bijna 80. Die man is een opa. Die man moet gaan kijken. Nu rustig zitten in zijn hobbelstoel. Hij moet leiderschap naar voren brengen. Maar als Bouva het moet overnemen. Dan hou ik mijn hart vast. Dan hou ik echt mijn hart vast. Toch, dus ik vind dat we als jonge politici meer en meer moeten gaan leren dat we moeten gaan kiezen voor het volk. En niet zomaar moeten napraten. Het is ook voor mij die roeping om niet zomaar na te praten. If as a nego, opa jumo voor en tak, het gaat niet. Wat heb je te verliezen? Je hebt niets te verliezen. Je hebt alleen maar te winnen en je hebt te winnen van het volk. Want daarvoor zit je daar. Namens het volk. Je zit niet namens geen enkele leider daar. Je zit niet namens Bouterse daar. Bouterse zit ook niet namens zichzelf daar. Hij zit namens het Surinaams volk daar. En hij dient het belang van het Surinaams volk te behartigen. En zo ook Bouva. Ook worden er nu allerlei formules toegepast op social media om aan te geven. Want toen u begon, heeft u het gelijk aangegeven zeer tevreden te zijn met de opkomst. Maar we merken dat er op social media allerlei formules worden toegepast om aan te geven dat jullie maar nauwelijks 200 mensen hadden op het plein. Weet je, kijk. Ik vind het altijd zo grappig toch, wanneer je dat soort dingen ziet. Omdat je familie bent van, je hebt echt wel tijd. Zullen we gaan kijken naar het aantal mensen dat op het plein is gekomen? Duidelijk is dat het alleen maar Paramaribo is. Als alle districten, zoals meneer Bouterse dat had gedaan, 21 januari, om alle districten te brengen naar de stad. Als de mensen van de organisatie dat ook hadden gedaan, dan was het plein te klein. Dat was de Henk Aronstraat te smal. Toch? Dat was Waterkant te smal om al die mensen te herbergen. Dus laat me dit van zeggen van, weet je, ik denk dat we moeten stoppen om zo bezig te zijn met die samenleving. Wat we op dit moment meemaken is verschrikkelijk. Het Surinaams volk heeft bevrijding nodig. Bevrijding hebben we nodig. Bevrijding van al het slechte wat ze meemaken dankzij regering Bouterse. Op dit moment is dat de roeping die we hebben. Het land, het volk te bevrijden van alles dat ze meemaken. Van al die hippies die ze meemaken. Dus het maken van verschillen en dat soort dingen. Van ja, we hebben zo weinig mensen gehad. Nee. Weet je hoeveel mensen thuis zitten met honger? Weet je hoeveel mensen thuis zitten met grote problemen en de problemen worden niet minder, ze worden steeds meer. Weet je hoeveel mensen elke dag zitten af te vragen, hoe ga ik het redden, dankzij het beleid van regering Bouterse 2. Weet je hoeveel Surinamers dat meemaken? Dat zitten wij, dat te kijken naar hoeveel mensen er zijn. En dan is dat zoiets van dat ook de NDP'ers die dat doen, die misschien het 10.000 keer moeilijker hebben. Bepaalde van dat zitten in grote problemen. En dat is iets wat ik altijd zeg. Meneer Bouterse heeft nooit gekeken naar het belang van het volk. En waarom zeg ik dat? Kijk hoe die man leeft in alle wilden. En niemand moet me komen zeggen, ja het is hem gegund, het is hem niet gegund. Want elke rechtgeaarde leider, die gaat mee met het volk. We weten toch dat mevrouw Bouterse zit te cruisen geweldig, op de geweldigste reisjes gaat. Is dat gegund? Absoluut niet. Voor mijn part laat ze gewoon hier naar Palimu gaan.
Laat ze gewoon hier naar Zanderij gaan. Dat is een leider. Wanneer je mee gaat, ga je mee met je volk. Dat is wat we moeten leren nu. En dat is ook wat jong leiderschap moet weten. We kunnen niet meer gaan accepteren dat te jou volk heb en dat jou elibi in alle wilde. Je trekt de duurste dingen aan. Van waar komt dat geld? Je hebt geen enkel bedrijf. Ik heb nog nooit gezien dat Bouters een enterprise heeft. PAD. P. Die mannen zijn in de politiek gekomen met één functie en dat is zijn militair zijn. Alles wat hij heeft opgebouwd, heeft hij niet opgebouwd op krachten van Minochie. Nooit wel een bedrijf. Nooit. En het is ook nooit hier gepresenteerd in het parlement. Dus wanneer je kijkt naar alle wilden waarin hij leeft, samen met al zijn vrienden. Laten we kijken om hem heen toch. Bepaalde mensen kwamen in 2010 in de politiek, ze hadden niets, niets, hadden ze niets, niets, niets. Vandaag aan de dag zijn ze stinkend rijk. Selectieve rijkdom hebben we gehad in Suriname. En dan moeten wij als samenleving dat gewoon accepteren. En dan moeten wij gaan zeggen ja met de tekening. Nee hoor. Nee, Surinamers wordt wakker. Dat je kiest een leider, met een leider go samen naar jou. If you ever want lover, dan ik weer want lover toe. Wat en ik weer Gucci. Dat you ever want stoel, dan plak een Gucci sticker in een tapoe. Om mee te kunnen doen. Wat voor belachelijkheid is dat? We moeten stoppen om leiders zo te prijzen. Want het kost ons allemaal onze maag. Het kost ons onze eten en onze toekomst. Het kost dat wij onze kinderen geen garantie kunnen bieden dat er een morgen is. En ik vind dat dat moet stoppen. En dat praat ik ook tot alle NDP'ers. Als je een rechtgeaarde Surinamer bent op de eerste plaats, dan pik je bepaalde dingen niet meer van geen enkele leider. En ook niet van meneer Bouterse. Sorry, zo moet het zijn. Baas afvolleke pina, sa yu abi, yu ab ala gudu. Fa, fa yu konan gudu. Het kan toch niet? Het kan niet. Laten we stoppen, het moet stoppen, het moet stoppen. En het moet in 2020 stoppen. Laat de bevrijding komen voor het Surinaams volk. Want dat is wat we nodig hebben. Bevrijding van alle hibi, alle fuka, sa e fuka wi. Alles dat ons achterhoudt. Laten we bevrijd worden daarvan. En laten we eens eindelijk vooruitkijken met leiders die weten hoe het hoort. We weten, mevrouw Etnel, dat u altijd opkomt voor onderwijsgevenden. Wat vindt u zelf van het standpunt van minister Verjee voor leerkrachten die hebben deelgenomen aan de protestmanifestatie? Dus ik schrok van de uitspraak hoor. Ik kon het bijna niet geloven. Want 21 januari, minister vrouw nooit. Ze is nooit gekomen om wat te zeggen. Het kind was 21 januari niet centraal. Die scholen hier in de omgeving van de Henk Aronstraat, die scholen, die kinderen waren niet centraal. Toch? Dan kom je plotseling van ja, die scholen, het kind is centraal. Weet je, ik vind, en niemand moet me komen zeggen, het waren 4 of 5 scholen. Ook al is het 1 school die sluit, het kind is altijd centraal. Om wat? Omdat we iemand moeten brengen naar het gerecht, dan moeten scholen gesloten worden. Nee. Toen aan moest je laten zien, een waarachtige minister maakt haar mond open. En zegt, luister nou, ik ben het niet eens dat omdat we een persoon brengen naar het gerechtshof, dat de scholen moeten sluiten. Het kan maar woord schelen of het nou de president is of niet. Op dat moment is hij geen president. Op dat moment is hij meneer Desiree Delano Bouterse die naar het gerechtshof gaat. Er werd voor scholen gesloten. En dan nu kom je plotseling met je dingen van ja, 17 februari als leerkrachten staken, dan moeten ze geen geld krijgen of er gaan maatregelen getroffen worden. Nee toch, je kan niet met 2 maten meten. En elke minister die weet hoe het hoort, weet dat dat niet kan. En daarom de no-loop mee, want mina waarheid, de waarheid is hard om aan te horen. Wanneer men ook aan Patricia de waarheid zegt, is het ook hard voor mij, maar ik moet er naar luisteren, want dat is de waarheid. En dat is ook de waarheid, mevrouw Verrier. Je kan niet zo handelen. En dan krijg je een heleboel dingen nu op je bord. Want die samenleving ziet ook, uw zoon is nu gearresteerd. Nou, dan gaat men de lijn doortrekken. Dan komt het als een klap aan. Maar soms moet je ook weten als mens, wat kan en wat kan niet. Wanneer moet ik praten en wanneer moet ik niet praten? Wanneer moet ik gewoon mijn mond dicht houden en rustig zitten? En dat had mevrouw Verrier moeten doen, gewoon haar mond dicht houden en rustig zitten. Want dat is het. Wat zij zelf ziet, wat die leerkrachten meemaken. Zij zelf ziet wat voor problemen ze hebben. Die leerkrachten hebben vanaf 2015 een hel meegemaakt met deze regering. Als ze geen harde kippen werden genoemd, werden ze zachte kippen genoemd. Als ze geen zachte kippen werden genoemd, werden ze onbevoegde krachten genoemd. Toch? Allerlei problemen die ze hadden. Het was gewoon verschrikkelijk.
Toch, het kan zo niet verder. Ja, en ondanks dat zien we dat leerkrachten toch gehoor hebben gegeven. Vindt u dat moedig van hun? Tuurlijk vind ik dat moedig. En dan maar dit van zijn, die leerkrachten hebben altijd laten zien van hey, niets kan ze stoppen. Vanaf 2015 heb ik dat ook gezien. Die leerkrachten waren altijd van, weet je, voor mij is het, ik kom op voor mijn rechten. Weet je, de leerkrachten hebben zoveel meegemaakt de afgelopen 5 jaren. Ze zijn zodanig gedemotiveerd geworden door het ministerie. We hebben er geen notie van, maar het is verschrikkelijk wat onze leerkrachten hebben meegemaakt. Ja toch, dan hebben ze hun geld gebruikt, ze hebben hun geld verwief, dan dit, een heleboel negativiteit, geen enkel pampergevoel, geen enkel gevoel van weet je, waardering en respect en lobby, dat was er niet vanuit het ministerie. Het was steeds van aanvallen, steeds beledigen, steeds van ja, jullie doen het niet goed, jullie weten niet hoe het hoort. Dat was het steeds en het was geen prettig gevoel. Toch? Dus ik zeg, wanneer we kijken naar de leerkrachten, hebben de leerkrachten altijd laten zien, wij accepteren dit niet en wij gaan strijden. Heleboel leerkrachten hebben heel veel problemen gehad de afgelopen 5 jaren vanuit het ministerie. Anderen zijn gemuteerd geworden, anderen zijn uit het systeem gehaald. Tot nu toe ontmoet ik leerkrachten met heel veel problemen, omdat ze gewoon gepest worden door het ministerie, omdat ze zijn gaan staken. Maar ze geven niet op, ze zeggen mevrouw Edna, we gaan door. We doen het voor een goed doel, we doen het voor een beter Suriname, we doen het voor onze kinderen. En daar ben ik heel erg trots op. Ja, vakbond moet er zijn. Toch? En daarom zeg ik ook, wij in de politiek moeten dat leren accepteren. Dat vakbonden er moeten zijn. En waarom moeten ze er zijn? Ze moeten als een tegenwicht dienen. Wanneer sommige leiders denken dat zij er een zootje van kunnen maken. Dat zij denken dat zij alle macht hebben. Nou, dan gaat de vakbond je laten zien van baas, no, you know up alle macht. En daarom ben ik blij dat de vakbonden in Suriname niet opgeven. Ze gaan door en ze voeren een waarachtige strijd. Omdat ze weten dat hun, de arbeiders, ze hebben ook rechten. Niet alleen maar plichten, maar ook rechten. En die rechten moeten we allemaal beschermen. Ook politieke partijen, ook de regering. Maar denkt u, mevrouw Etnel, ondanks alle boodschappen, ondanks alle protesten die er op 17 februari gevoerd is geworden, krijgt u het gevoel dat de regering wel wat eraan heeft gehad, waardoor men nu toch de indruk wekt alsof men nu van 24 gaan we jullie wijzen wat massa is, 24 gaan we jullie wijzen wat dit is. Nu lijkt het bijna op een wedstrijd, dat men een wedstrijd wil gaan houden. Daarom vraagt het volk zich af, heeft de regering toch wel een boodschap gehad aan de protestmanifestatie? Als ik terugblik vanaf 2015, heeft deze samenleving laten zien dat ze zoveel niet accepteren van deze regering. De grote protesten begonnen ergens begin 2016. Ja, wanneer toen het duidelijk werd dat de rekeningen van gas en water de lucht ingingen. Toen was er een heel groot protest. En daarna hebben we zoveel andere protesten gehad. De regering heeft duidelijk laten zien dat ze lak hebben aan het volk. Ze hebben op geen enkele wijze hebben ze hun beleid gewezen. Juist zijn ze erger geworden dat er gewoon 200 miljoen is verdwenen uit onze bij de Centrale Bank van Suriname. Toch? En dat we achteraf horen dat het geld voor andere dingen is gebruikt, terwijl men niet aan het geld moet gaan. Toch? Dat vandaag aan de dag de koers al richting de 10 gaat voor de euro en al bijna richting de 9 gaat voor de US dollar. En terwijl we vanaf 2015 geven we aan hoe hard het volk het heeft, hoe moeilijk het is. Oh? Deze president heeft nooit laten zien van luister nou, ik voel het lied aan van die samenleving. Ik voel wat er gebeurt en ik wil verandering brengen. Nee, hij heeft dat nooit gedaan. Want deze president had moeten werken aan de productie. En een van de dingen waar ik vind dat deze president aan had moeten werken is die cassave-industrie. Een heel groot fabriek gebouwd. Kijk wat er ermee is gebeurd. Het ding staat achter slot en grendel. Niemand kan op het terrein. Als je gaat in die loods, daar een heleboel zakken met cassave, pori. Het is zo verschrikkelijk om dat allemaal te zien.
En dat je niets en dat nogmaals niets hebt gedaan met die cassave-industrie. Mensen gewoon opgeswiped van kom, kom, kom. Ga jullie planten, cassave planten. Iedereen die hype om cassave te planten. En tot vandaag aan de dag heb je niks gedaan aan die productie. Komt hier in het parlement vertellen hoe we gaan rennen in kokosvelden. Hoe we gaan rennen in weet ik veel velden. En vandaag aan de dag horen we wat met onze bananenindustrie gebeurt. Vandaag aan de dag horen we wat met onze groente-industrie gebeurt. Vandaag aan de dag horen we wat met onze visserij-industrie gebeurt. Het is heel erg wanneer we dit alles moeten meemaken en dat er geleend wordt. Maar eigenlijk vraag je je af, waarvoor wordt er geleend? Want tot vandaag aan de dag zien we niet waar die gelden naartoe gaan. Want die ontwikkeling van Suriname blijft weg. Het blijft gewoon weg. Dus wanneer je kijkt naar de protestmanifestaties die zijn geweest vanaf 2015 tot en met heden, dan heeft de regering er totaal niets uitgehaald. Het boeit ze eigenlijk ook niet. Omdat die 26 parlementariërs hier, of tenminste die 26 regeringsvertegenwoordigers en die andere 4 corrupte zetels, toch? Zij komen niet op voor het volk. Zij eisen niet van deze regering dat er goede verantwoording wordt afgelegd in het parlement. De president doet wat hij wil. Gaat in een persconferentie een heleboel bananenverhalen vertellen met zijn tralala. Had hij dat hier gedaan in het parlement? Haha, abo, een boom probleem. Maar hij komt niet. Hij komt niet. En weet je, tenminste de coalitie ook niet toe of hij komt of niet. Het boeit ze ook niet. Dus als je kijkt naar wat er de afgelopen 5 jaren is gepresenteerd, is het triest. En wanneer we gaan praten over dat van 24 februari, dan vind ik het heel erg. Dat we te midden in de democratie, want we hebben moeten vechten voor onze democratie. Ja, na 1982 hebben we moeten vechten voor de democratie. Ja, het is ons pas in 1987 gegeven. En dan wil men komen zeggen dat er een ordinaire coup na 40 jaar groots gevierd moet worden. Ik hoop dat die samenleving, en vooral de jongeren, want de jongeren, soms de praxerie, dat men pleit macho, echte man, en denken dat, weet je, Bouterse is nog erg. Gaan jullie goed kijken naar die man? Ik heb al gezegd, die man is al boven dat hij mij gaat tactiek. Hij is geen echte man hoor. Echt niet. We moeten anders kijken naar bepaalde dingen, jongeren. Ga de geschiedenis, ga leren, ga weten wat er is gebeurd tussen 80 en 87. Ga je moeder vragen, vraag je oma en je tante hoe het was na 1982. Wat die 5 jaren allemaal hebben ingehouden. Hoe bang men was. Hoe bang men was om in Suriname te wonen. Mensen lieten hun huizen gewoon open. De Gwede en Tamoro. Iedereen was bang om in Suriname te blijven. In 1987, toen de democratie kwam, hebben mensen gehuild, gehuild, gehuild op die dag. Desma kree, stranaan kree, omdat ze zo blij waren van die verlossing. En dat we je na 40 jaren... wie het het grootst komen vieren. En dan heb je jonge politici die zeggen, wozor sa umant op 24 februari. Ik zou dat nooit doen. Ook al was ik in de NDP, ik zou zeggen, baas, ik vind me een democratisch kind. Een democratische vrouw. Democratie is wat ik koester. Want de ordinaire coup had één ding, je mond moest dichtgesnoerd worden. Je mocht niet praten. Jouw mening was niet geldig. Recht van vrije meningsuiting had u niet in die tijd. Dus wanneer je midden in de democratie dit wil komen vieren en als krachtmeting wil gebruiken om te laten zien wat jij 24 februari kan, dat wil zeggen, we hebben niet geleerd uit die geschiedenis. We hebben echt niet geleerd. Sommige dingen moet je niet vieren. Sommige dingen moet je leren van Migado. We moeten bezinnen dat het nooit meer gebeurt. Nooit meer een ordinaire coup. Nooit meer.